online geld verdienen met een membership. Ik denk dat dit een droom is voor heel veel mensen. Simpelweg omdat een membership natuurlijk heel fijn is en het ervoor zorgt dat je maandelijks een stabiel inkomen hebt. Zelf heb ik dat met de 1 Minuut Community, persoonlijke ontwikkeling community, de grootste van Nederland en België ook op dit moment, waarmee ik dus een maandelijks vast inkomen heb door het aantal VIP-leden dat in die community zit. En dit geeft heel veel rust, kan ik je vertellen. Je hebt in ieder geval een basisinkomen waarvan je weet, oké, dit krijg ik in ieder geval binnen. En alles wat je eromheen doet, extra doet, is dan mooi meegenomen. Maar hoe doe je dit nu? Hoe zet je nu een succesvol membership op? Ik heb 4 tips voor je waar jij direct mee aan de slag kunt gaan. En hier zit ook een heleboel van mijn strategie al in. Ten eerste betekent dat je een topweggever wilt maken. Dus maak een topweggever. Dat betekent dat een e-book kan zijn, dat kan een e-cursus zijn, dat kan een soort podcastreeks zijn, een aantal e-mail coaching wat je wilt doen. Dit kan van alles zijn in de basis. En het simpelste is om gewoon te starten met een e-book. Zeker als je net begint, zou ik zeggen, start gewoon lekker met een e-book. Met zoveel tips bijvoorbeeld om iemand in een bepaalde zone te gaan helpen. Bouw die op en dan ben je al heel goed van start gegaan. Het tweede wat je daarna wilt gaan doen als je die weggever hebt, is starten met Facebook ads. Dus dat betekent dat jij mensen naar die weggever toe wilt lokken, om het maar zo te zeggen. En dus dat betekent dat je echt een Facebook ads gaat bouwen die alleen maar toe gaan naar die ene pagina, zodat uiteindelijk mensen die weggever downloaden en jij hun e-mailadres krijgt. Dat is het enige wat je dan hoeft te hebben, dus voor de rest hoef je nog niks bijzonders te doen. De derde stap voordat je dus dat succesvolle membership kunt bouwen is: geef succesvolle webinars. Dus je hebt mensen opeens op je e-mail staan, die vinden het interessant wat jij hebt geschreven op jouw e-book. En nu wil je ze nog meer informatie geven, dat kun je in de mail al doen. En daarna wil je ze ook nog meer informatie geven door ze mee te nemen in jouw online trainingen. Kortom, de webinars. En op het moment dat je dit gaat doen, kun je aan het einde van het webinar met jouw membership komen van: goh, wil je nu nog meer kennis opdoen? Dan kun je dit en dit en dit allemaal erbij krijgen en kun je deze resultaten boeken. En op het moment dat je dat doet, ga je ook meteen naar stap 4. En dan is het belangrijk om natuurlijk ook een online membership te gaan bouwen voor jezelf. Dus pas dan hoef je echt te gaan bouwen met dat membership. In het begin doe je dus eigenlijk alles gratis. Dus de weggever, de Facebook ads, daar zul je zelf wel voor moeten betalen. En je geeft succesvolle webinars. En op het moment dat je die 3 stappen volgt, zul je merken dat je uiteindelijk mensen in je membership krijgt. En dan is het enige wat je die maand, wat je elke maand hoeft te doen, is meer mensen erin krijgen dan eruit gaan. En dan heb je een succesvol online membership voor jezelf gecreëerd. Dit zijn een aantal van mijn strategieën. Wil je meer strategieën weten? Ga dan even naar mijn website www.leroyseidel.nl of check ook even mijn andere video's op YouTube. En anders kun je me natuurlijk altijd even een bericht sturen of een mail sturen naar info@leroyseidel.nl als je hier meer over wilt weten of bijvoorbeeld hier 1-op-1 gecoacht op wilt worden. Wil je meer tips op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.